periodetitel. En deze man die u hier in beeld ziet, Jack de Heer, is er dus weer bij. Na 2 jaar aan Rosa staat hij weer in het team van de Flyers. Verder is in het team van de Flyers Nicola, de jeugdkeeper, de tweede jeugdkeeper. En Van Galen Last, ook een jeugdspeler. Weg zijn gegaan Ted Lentzen en Frank van Solt. Bij Leidseplein Amsterdam is nieuw keeper Hogedoren, die komt uit Van Den Haag. Linning is teruggekomen en Lekkien, dat is een nieuwe college speler uit Amerika. Weg zijn gegaan Nienhuis, daar wordt nog om gevochten. Murray en McKenzie en Bless en Collier zijn gewond. Bezos op de rand van het verdedigingsvak van Amsterdam. Slechte paas, goed over om goed doorgaan. Jaco de Vos scoort! Jaco de Vos scoort voor Leidseplein en hij brengt de Amsterdammers binnen een minuut op een 1-0 voorsprong. Collard verliest de puck. Jerry Scheffer is erbij, wordt achter het doel gespeeld. Daar is Johan Toren, komt achter het doel. Voorgespeeld weer en opnieuw heeft Hogedoren uitstekend de hoek verkleind. Goed keeperswerk daar van de Haags Amsterdamse goalie. Nou, Tony Collard dus 2 minuten op de strafbank voor een T-penalty. Te veel praten tegenover de officials. Kijken of de Amsterdammers daar gebruik van kunnen maken. Bart McDonald is goed teruggekomen. EJ Queen staat vrij. Teruggespeeld EJ Queen. Goed voorgegeven. Sunderland en Sunderland scoort vanaf de blauwe lijn. En zo is het na nog geen 4 minuten 2-0 voor Leidseplein Amsterdam. En dat is dan nog alleen maar het Leidseplein. Stel je voor dat Rembrandtplein er ook nog bij komt. Jerry Scheffer tegenover Larry van Wieren. Brian de Bruin aan de puck. Settler. Scott Settler. En opnieuw is daar Cor Hogedoren, die een ongelooflijk goede wedstrijd staat te keepen in de eerste 8 minuten. Gord McDonald. Goed onderschept door Hille. Maar dat had Gord McDonald weer door. Gord McDonald schiet pal naast. Terwijl de stick van Jan Jansen door Jerry Scheffer wordt vastgehouden. Mike Pauls, schot naast. Puckit. Jack de Heer, de puck sprong in de hoogte, maar Jack de Heer kon zijn stick er niet tegen krijgen. Gord McDonald wel, maar het is Sunderland die het schot blokkeert. En daar gaat Jaco de Vos. Jaco de Vos komt op rechts helemaal alleen op Lievering toestrijden. En een prachtige save van Gerry Lievering. Even scoorde Jaco de Vos, maar nu had Lievering greep prachtig in. Lievering die dus de plaats inneemt van Ted Lentzen, die dit jaar in Canada is gebleven. Internationale doelman van Nederland. Brian de Bruin, goede schijnbeweging. Van Wieren komt eraan. Van Wieren gaat tegen Cor Hogedoren aan. En Cor Hogedoren krijgt een liefderijke omhelzing van zijn coach Bob Sunderland, die hem zegt rustig maar jongen. Settler Jan Jansen. Jan Jansen speelt in de diepte in, snapt zijn moeder achteraan. Kon niet te snel gaan, want het was toch side geweest. Verhuivert de puck toch nog wel. Bij Van Galen Last, net naast het doel. Settler, voorgespeeld, ingeschoten door Jan Jansen. En een prachtige stop, en nog een stop. En het wordt daar toch echt onvriendelijk hoor, tussen Jack de Heer, Sunderland, Jans is erbij, maar Jans is meestal de vredestichter. Jack de Heer niet. Iedereen onderuit, inclusief de linesman. Lekkien probeerde daaruit te breken, maar dat mislukte. Robin Settler. Settler. Brian de Bruin. Brian de Bruin, mooie schijnbeweging van Brian de Bruin. Schot Brian de Bruin, Hogedoren. En nu zit Brian de Bruin op voor Hogedoren. Puck bij Larry van Wieren. Larry van Wieren speelt hem terug naar Mike Powers. Nu kan er een uitval komen van de Amsterdammers. Lekkien ontwijkt die bodycheck. Uitstekend. Ronnie Berteling voor het doel langs en opnieuw het doelpunt van Amsterdam Leidseplein. Het is Lekkien die de stand op 3-0 brengt. Terwijl de Veenstra Flyers voortdurend aanvallen, scoren de Amsterdammers. Leo Koopman speelt de puck terug. Tony Collard misschien dan. Tony Collard opnieuw een kans. En opnieuw is de Hogedoren teruggespeeld. Powers naar Gord McDonald. En oh, dat is dan het doelpunt. Eindelijk is Cor Hogedoren dan geslagen. Hij heeft zich geweerd als een moedige leeuw. Dus 3-1.
Koopmans nu over de middenlijn. Koopmans voor het doel langs gespeeld. Puck in het vak gehouden door Powers. Hogedoren, puck nog los. En daar wordt Koopmans weggeduwd door Hille. En nu krijgen we een free-for-all. De vuisten vliegen door de lucht. Want beide ploegen één man aan de strafbank. Ik kreeg de indruk dat er wat andere spelers ook bij betrokken waren. Maar ik kan me vergissen natuurlijk. Zet naar Larry van Wieren. Larry van Wieren nu over de middellijn. Larry van Wieren ontwijkt Sunderland. Larry van Wieren geeft de paas naar Gord McDonald. Gord McDonald gaat binnen. Gord McDonald scoort. En hij brengt de spanning terug in de wedstrijd. Na zo'n 12 minuten in de tweede periode is de stand 2-3. En het zijn de verdedigers van de Venster Flyers die scoren. Gord McDonald achter het doel langs. EJ Queen, puck bijna kwijt, herstelde zich net op tijd. Mike Powers, Mike Powers een schot en een goal! Het zijn de defensemen van de Vriezen die scoren. De voorhoedespelers stopt Cor Hogedoren af. De verdedigers scoren. Puck is nog net in het vak gehouden. Het schot is van Robin Zettler. En van de blauwe lijn schiet hij de puck snoeihard in de bovenhoek. En tot nu toe zijn alle Friese doelpunten gemaakt door verdedigers. Knallhard schot van de blauwe lijn. Goed onderschept door Gord McDonald. Jan Jansen komt op. Nu kan het tegenaanval komen. William Klooster, Sunderland. Er is gespeeld Sunderland. Een redding van Lieverink, maar opnieuw ingezet. En dat brengt de stand weer op 4-4. De beide ploegen staan weer naast elkaar. Settler, Kolaar. Kolaar, Leo Koopmans. Schot Koopmans, goal! Eindelijk. Leo Koopmans eindelijk losgebroken en een knalhard schot. En hij brengt de stand met nog 16 minuten te spelen op 5-4 voor de Veenstra Flyers. McDonald naar Tony Kolaar. Tony Kolaar zal nu schieten. Wat een boeier. Verschrikkelijk, wat een hard schot. En dat is 6-4 voor de Veenstra Flyers. Op dat schot van Tony Kolaar. Robin Settler. Settler naar Jack de Heer. Jack de Heer gaat zelf. Jack de Heer om het doel heen. Paas. Oh, dat scheelde niks. Paas naar Brian de Bruin. Die puck moet tegen paal of lat geweest zijn. Ik zag hem al in het net flitsen. Robin Settler. Van Galen Las, Jan Jansen, puck kwijt. Laatste minuut is ingegaan nu. Met Kees Linning aan de puck. Kees Linning. Zoekt even, geeft het dan naar Jerry Scheffer. Puck wordt rustig rondgespeeld nu. Misschien is hier nog een kans voor Johan Toren. Johan Toren schiet naast. Ook al omdat Cor Hogedoren de schiethoek verkleinde. Mislukte paas en een kans daar voor Tony Kolaar. Mislukte paas van William Klooster. Tony Kolaar stond in positie om die puck 33 seconden voor het einde nog in het net te duwen. En dat brengt de voorsprong van de Veenstra Flyers op 7-4. William Klooster naar Bob Sunderland. Sunderland naar Klooster. Klooster probeert zijn fout goed te maken. Het zal niet best lukken. De laatste seconden tikken weg nu. Hier is nog een kans, maar daar is Lieverink en dat is het einde van de wedstrijd. Zodat de Veenstra Flyers Leidseplein Amsterdam met 7-4 verslaan. En daarmee de titel van de eerste periode binnen hebben. En zich dus geplaatst hebben voor de face-off. Zodat ze nu helemaal hun aandacht kunnen richten op de Europa Cup. En op hun internationale competitie tegen Düsseldorf, Rosenheim, Vestra Frolunda, Dynamo Oost-Berlijn, Slovan Bratislava en Poldi Kladno. Beroemde clubs.